wat karakteristiek is bij Evans, is dat hij niet steeds dezelfde stijl en dezelfde, met dezelfde technische en harmonische problemen komt in ieder stuk. Mm. Hij geeft mij een beetje de indruk van steeds iets anders, andere effecten te willen bekomen. Hij heeft voor mij misschien nog niet precies de juiste stijl gevonden. Hij heeft zijn stijl, het is een persoonlijkheid, het is een fantastisch pianist. Maar hij, in één stuk is hij volledig atonaal, bijvoorbeeld. Ik bedoel atonaal, ik wil toch een klein voorbeeld geven. Het slot bijvoorbeeld van een stuk gaat zo. U kunt niet zeggen welk akkoord, welke toon, nee, het is niet. Of, nee, helemaal niet. Wat is het? Het is een vraagteken. Hij doet mij daar denken aan de Russische toondichter Alexander Scriabin. Dat is nou een klassieke toondichter die wel misschien de deuren open gedaan heeft aan het dodecafonisme zelf, zou ik zeggen, en de atonaliteit aan een Schoenberg, aan een Olivier Messiaen. Dat was iets nieuw, de atonaliteit. Dus niet tonaal, niet... Wat is atonaal? Volledig iets anders. Men weet niet, is het een slot, is het een einde? Men weet het niet. Dat heeft mij fantastisch opgevallen. Ik heb u zelfs gezegd voor ons interview, hij doet mij van tijd tot tijd denken aan de Franse toondichter Erik Satie. Door een iets wat naïeve kan. Bijvoorbeeld, hij gebruikt twee akkoorden en hij doet het volgende. En dan een zekere... Het is iets een beetje naïef en een soort obsederend in de harmonisatie. Hij blijft steeds met dezelfde akkoorden. Niet lang, want na een minuut vervormt hij en verandert hij volledig dus de thematiek en alles. Maar hij is ook onder de invloed van Debussy, een zeker impressionistische stijl. En ik heb zelf de indruk, ik ken Bill Evans persoonlijk niet, maar... Ik stel mij de vraag of hij geen klassieke pianist was, of tenminste of hij geen klassieke studies gedaan heeft vooraleer hij zich aan jazzmuziek toegewijd heeft.
bassist kan ofwel uitsluitend begeleiden met een pizzicato begeleiding. Ik geef bijvoorbeeld dit, dat zijn basisakkoorden. En nou, speel de bas. Maar de bas kan ook fantasie bijbrengen. Bijvoorbeeld... Dus het speelt een zeer grote rol. Ook in de Big Band trouwens. Niet uitsluitend in een kleine groep.
is de dag van vandaag nog iets nieuw brengen? Natuurlijk. Als je beweert dat hetgeen men nu doet, bijvoorbeeld een piano kapot slaan, uitsluitend elektronische effecten gaan gebruiken, dat dit eigenlijk avant-garde is, ik geloof er ook niet aan, want men heeft dat al gedaan. Men is steeds een beetje onder de invloed. Ik hoor bijvoorbeeld bij Bill Evans een soort invloed van een Oscar Peterson. Ik hoor van tijd tot tijd, maar ik zeg wel dan in een kleinere mate, de invloed van een George Shearing. Maar die trouwens ook onder de invloed was van Debussy, want dat zijn feitelijk, ik zou bijna durven zeggen dat Debussy vele akkoorden uitgevonden heeft, die later door jazzmennen werden gebruikt. Dit bijvoorbeeld, dit is uiterst een Gershwin. En hier zou ik een kleine anekdote willen vertellen. Gershwin kwam eens bij Maurice Ravel en vroeg om lessen bij Ravel. En Ravel zei, maar nee, speel Gershwin, u hebt een stijl. Maar natuurlijk, dat zijn impressionistische akkoorden die steeds gebruikt worden in de jazzmuziek. Thank you.
het groot publiek is slagwerk uitsluitend lawaai. En voor mij, hier zou ik wel zeggen, hetgeen u straks gezegd hebt van Duke Ellington, I should like to show that, that percussion is a woman. Wel, ik wil proberen te tonen aan het publiek dat de percussie-instrumenten ook melancholisch getint zijn, melodisch. Er is een groot verschil, een enorm verschil tussen een drummer in de big jazz band en de drummer in een klein combo. Alles wordt hier verfijnd. En in de big band is alles ten eerste geschreven, behalve natuurlijk de improvisaties en de solo's, maar de normale interventies van de slagwerker staan geschreven op papier. Ik spreek zo omdat ik een beetje bevriend ben met de fameuze Stan Kenton. En ik heb nog, Stan Kenton heeft me nog gevraagd een werk voor hem te schrijven. Ik denk steeds aan de batteur, de drummer van Stan Kenton. En die moet de beat hebben. Maar dit op een fantastische... Die improviseert van tijd tot tijd. Maar het is ongelooflijk hoe men voor een drummer mag schrijven. Een popdrummer, dat is veel gemakkelijker. Hè? Een jongen die een klein beetje aanleg heeft en een gevoel voor ritme, die zal op een tamelijk gemakkelijke manier kunnen drummen. Hè? Het ritme van pop is meestal van tijd tot tijd zijn er breaks, kleine interventies, kleine soli, laat ons zeggen. Maar het ritme blijft steeds eenzelfde ritme. In jazz, dat is ganz anders. Er zijn volledige trekken die moeten onderlijnd worden. Ik geef een voorbeeld. De koperblazer spelen. Drums gaat. Het is al volledig iets anders dan een gewone maat slaan in de maat van 4. Thank you.
muziek is geen rekenkunde. Enfin, ik denk toch dat muziek geen rekenkunde is. Maar nu, er zijn er wel die zo werken. En ik beweer dat het een beetje een gebrek is aan inspiratie. De jeugd hier is snel tevreden met iets dat gemakkelijk doorheen loopt. Hè? Het is een liedje, het is een... En dat, voilà, dit is geen probleem. Iedereen zingt mee, men danst en men is gelukkig. En daarvoor zijn we hier zeer, zeer veel achteruit tegenover landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hm? Ik heb programma's gedaan in Noord-Amerika en zelfs Zuid-Amerika, die veel meer ingewikkeld zijn op het gebied van akkoorden bijvoorbeeld, op het gebied van de harmonisatie. Maar zou je hier beginnen met zoiets bijvoorbeeld? Allee. De jeugd zou zeggen, oh, wat is dat nu voor iets? Maar dat is buitengewoon. Maar dat kan men hier nog niet goed begrijpen. Maar ik zeg, het is geen verwijt. Het is misschien, de schuld is misschien ligt niet bij de jeugd. Misschien bij het opvoeden. Men krijgt ook te weinig kans om naar jazzmuziek, goede jazzprogramma's te beluisteren. En trouwens, de jeugd heeft waarschijnlijk ook een zeer slecht idee van klassieke muziek. Het is juist hetzelfde. Men beweert altijd, ik vind één ding spijtig, en ik heb het al 1000 keer uitgelegd op de televisie. Men spreekt iedermaal over klassieke muziek en zelfs misschien over jazzmuziek op een te ingewikkelde manier. Hè? Ik heb eens gezegd, dat was tijdens een televisieprogramma te Venezuela, te Caracas. Ik heb het volgende verklaard en ik geloof dat het de waarheid is. Zou men bijvoorbeeld op een school regelmatig lessen gaan geven over de klassieke muziek, over de Beatles wil ik zeggen, over de Rolling Stones, met uitsluitend ingewikkelde termen, en urenlang gaan spreken over de structuur van dit akkoord enzovoort. Ik ben overtuigd dat er geen enkel fan meer bestaat van Rolling Stones of Beach Boys of The Beatles. Men zou het vervelend vinden. De klassieke muziek is iets buitengewoon. Trouwens, de klassieke muziek was ook een divertissement in de periode van een Mozart. En Mozart schreef divertissementen, een divertimento. Maar men moet niet de klassieke muziek steeds beschouwen met iets zo moeilijk om te begrijpen. En dan is het publiek zo, trekt zo'n gezicht gedurende een concert. Nee. En precies wat ik wil, is de klassieke muziek brengen bij de jeugd op een vrolijke manier. Men kan zich amuseren. Ik geloof dat de mens genoeg problemen heeft in het leven. En 's avonds, als we naar een klassiek programma luisteren, het moet ook een ontspanning betekenen, veel meer dan een inspanning.